lekkere dingen gescoord. Dus we gaan nu richting het water. En daar heb ik zin in. Goedemorgen, het is zaterdag. Ik ben aan het aankleden, ik heb net even gedoucht. Ik ga zo even met Sarah naar het water. Zelf even in de zon liggen, neem een nieuwe lichtbed mee. Dus daar heb ik heel veel zin in en ik krijg mijn jurk niet aan. Ik heb dat witte badpak aan van de H&M en deze jurk van Supertrash geloof ik. Ik kan het zelf niet lezen, misschien konden jullie het wel lezen. Ik heb heel, heel slecht geslapen vannacht. Ik weet niet, ik werd elke keer wakker. Ik heb echt een rotnacht gehad. Dus, god, niks werkt vandaag. Ik heb van die lusjes, het is een omslagjurk. En dan moet door dat gat, maar... Nee. Het gaat allemaal niet zoals ik wil dat het gaat vandaag. Maar goed, we blijven altijd lachen. Ik ga ook geen make-up op doen. Ik doe mijn haar, denk ik, even iets netter in de staart, maar... Ik vind altijd als je dan in de zon gaat en daar alles zit je haar toch niet meer. In ieder geval bij mij niet. En ik heb er gewoon ook geen zin in om moeite te doen. Is het heel erg. Dus we gaan zo even via de supermarkt even wat dingetjes halen die we daar kunnen eten. Ik heb ook nog niet echt gegeten. En ja, dan gaan we even daar. Dan kan ze even lekker spelen. Denise zou eerst misschien meegaan, maar dat ging niet door. Dus ik kreeg om het 6 samen en er zijn er toch altijd wel kindjes. Dus dat komt vaar wel goed. En ik neem lekker een boek mee. Die wil ik ook nog steeds uitlezen. Dus ja, dan heb ik daar mooi de tijd voor. Ik neem ook die OptiDee tas / doek mee. Dat is ideaal. Daar kan ik echt alles in doen wat ik mee wil nemen. En ik kan hem dan ook weer uitvouwen en over mijn lichtbed leggen. En daarna kan ik hem dus gewoon weer oprollen en alles erin. Dus ja, schoenen. Nee, ik doe gewoon mijn slippers aan, die staan beneden. Dit is echt weer een fail. Het zijn geen kersen. Ik wil kersen! Lekkere dingen gescoord. Dus we gaan nu richting het water. En daar heb ik zin in. En dan gaat ze lekker spelen. Ook, want ik ga iedereen nat spuiten. Behalve je mama. Ja. Nee, heerlijk. Ze lekker spelen. Ik lekker even zonnen, relaxen, even helemaal niks. En ik heb eigenlijk echt veel te veel te doen thuis. Maar ik heb alles laten liggen. Ik heb het gewoon genegeerd. Ik heb oogkleppen opgedaan. En mijn spullen gepakt. En we zijn lekker de deur uitgegaan. En het is al zo lekker buiten. En het gaat eigenlijk nog iets lekkerder worden. Dus toppie. Het is een klein beetje een domper. We lopen hier naartoe. Overal hondenpoep. Echt niet normaal. Top. Dus we zijn denk ik 20 minuten bezig geweest een plekje te vinden... Waar ik mijn bed niet in de hondenpoep hoefde te zetten. En waar je net naar het zand kon gaan zonder. Want ik wilde hem in het gras zetten. En op het moment dat het luchtbedje staat, komen er wolken. En de zon is nu weg. Die gaan er nu voor. Ik hoop dat ze zo weer wegtrekken. Ik heb mijn jurk ook nog even aangehouden. Ze is wel het water in gerend. Die heeft gewoon zoiets, ik wil gewoon zwemmen. Punt. Maakt me niet uit of het warm of koud is. Maar goed, blijf lachen. Ik ga lekker mijn boek erbij pakken. En hopen dat het zonnetje zo even terugkomt. En dat ik toch even een beetje een keertje kan opdoen. Ik heb de hele tijd een vriendje. Kom hier kijken. Kom maar. Kom dan. Kom dan. Kom maar. Zal ik eens kijken of ik iets voor jou heb? Moet je niet weggaan? En je loopt ook een beetje mankig, hè? Kijk, hier. Ja, dat is lekker, hè? Wacht even rustig. Kijk. Kijk. Nee, moet je zo blijven staan, Sarah? Nou, durft hij niet. Kijk hier. Hier ligt het. Hier. Kom maar. Stil blijven staan. Hij vindt het een beetje eng. Kom maar. Ik ga je echt niks doen. Ja, dat moet je niet doen, schat. Kijk maar, dan wordt hij helemaal bang. Heel stil staan. Laat maar zien dat je niet bedreigend bent. Leuk, hè? Ja. Ja, hallo eend.
Oh, ik kom zo heel erg bij. Hier. Hier. Kom maar. Kijk, dat is mijn vinger, schat. Hier. Hier. Leuk, hè? Ja, maar je springt te veel op hem af. Wordt hij een beetje bang. We zijn weer thuis. En ik heb gelijk met ze even lekker gedoucht. Haar gewassen, al het zand, gras, noem maar op. Verafgassen was wel leuk, want ik kwam best wel wat leuke bekenden tegen. Dus heel veel zitten kletsen. Want ik had natuurlijk dat verteld. Dat ik eigenlijk Denise had gevraagd of ze mee wil. Maar die kon niet, die redde het niet vandaag. Die zou het laten weten, maar die redden het niet meer. Dus ik had ze, nou prima, want dan neem ik mijn boek mee. Dat heb ik wederom niet uitgelezen. Maar hartstikke leuke middag. Ja, Sarah vindt het heerlijk om met allemaal kindjes ook gewoon te spelen. Die maakt altijd binnen nood en vriendjes. Dus dat was ook helemaal goed. Nu bami maken. Ik heb echt gewoon honger. Wij zijn zo gezellig samen. Laptop en laptop. Allebei aan het werk. En er staat een film op die niemand kijkt. En Marco heeft wat mijn... Marco heeft wat mijn deur. Stiekem film. Maar niet stiekem in deze plaatsen. We gingen net nog film kijken. En heel stom. Einde van de film zegt Marco. Ik ga naar bed, ik wil slapen. Maar de film duurt nog 2 minuten. Dus de laatste 2 minuten heb ik in mijn eentje gekeken en ik heb een beetje opgeruimd. En nu ga ik ook lekker naar mijn bedje tussen de vlog even afsluiten. En ik wil je dus bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog achter te laten en natuurlijk een leuke reactie. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!